De zomervakantie staat voor de deur. En daarom heeft Den Haag TV deze week tips voor je dagbesteding. Vandaag de Street Art Tour. Een culturele zoektocht voor Den Haag vol graffiti. De Henk Street Art Tour is eigenlijk de grootste publieke gallery. Dus expositie in de openbare ruimte in Den Haag. En die voer je en loop je door stadsdeel Zegbroek. Graffiti. Is dat niet gewoon vandalisme? Het klopt dat graffiti bij veel mensen zeg maar ook een negatieve associatie heeft. Het was voor de bewoners eerst wel even schrikken. Zoveel graffiti in de wijk. En in één keer stonden daar jongens met rugzakjes en capuchonnetjes mooie graffiti's te maken en street art. Dat was even wennen, dus sommige mensen waren er boos over, sommige mensen vonden het heel mooi. Uiteindelijk zijn alle huisjes behouden nadat de buurt heeft kunnen stemmen. Dus uiteindelijk werd er gezegd van nou, wat kunnen we doen? Willen we liever de huisjes behouden of willen we zorgen dat ze weer grijs overgeschilderd worden? En 85% van de mensen die mee heeft gestemd zeiden van nou, we kiezen voor het behoud. Via de mobiele site www.TheHague Street Art Tour kun je de route lopen.